Voor Nijmegenaren die geldzorgen hebben, zijn er financieel experts in de wijk die je helpen bij het aanpakken van deze zorgen. Wij zijn in samenwerking met Bindkracht 10 en de gemeente Nijmegen en financieel expert in de wijk. Wij zijn zeg maar een voorportaal van de schuldhulpverlening. Dus je moet zo zien als mensen met schulden komen te zitten of ze maken zich zorgen of noem het maar op, dan komen ze als eerste bij ons. Vanaf 2016 zijn de financieel experts actief, maar vooral nu valt hun werk op. En nu, vanwege de crisis, ja, komen we naar boven drijven. En we zijn echt, hopen we dat men zich gaat melden bij ons. Door de coronaperiode en energiecrisis is er een nieuwe groep die het hoofd boven water moet houden. De middenklasse, en dan noemen wij zeg maar de werkende armen, die buiten alles vallen, die krijgen nu echt voor hun kiezen. Want die hebben geen recht op toeslagen, die hebben in feite nergens recht op. Maar alles wordt duurder. En ze hebben hetzelfde inkomen. Dus zie daar maar mee rond te komen. Hoewel de middeninkomens het ook niet meer redden, wordt opgemerkt dat niet iedereen van hen met geldzorgen bij de teams aanklopt. Je hoeft niet zo lang rond te lopen met je zorgen. En normaal gesproken loopt men zo'n 5 jaar lang met ellende in je hoofd en in je lijf. En dat is niet nodig. Een hoop schaamte, tuurlijk. Dat schaamte en ik kan het zelf wel. Het onbekende, ik weet niet waar ik me melden moet. Van dat soort dingen. De financieel experts bieden laagdrempelig hulp. En willen mensen meegeven dat het hebben van geldzorgen niets is om voor te schamen. Ze zijn niet de enige. De deur staat voor hen altijd open. Eerst gauw ze de deur hier binnenkomen. Dan stel ik ze op hun gemak en ik wil dat ze met een glimlach weggaan.